Welkom bij een nieuwe video. Voor de mensen die het nog niet wisten, ik ben Tisha. Ik volg de opleiding redactioneel medewerker. En ik ga jullie vandaag gewoon een beetje vertellen over mijn toelatingsprocedure en wat er allemaal bij komt kijken. Nou, ik begin eerst bij het begin natuurlijk. Ik wil journalist worden en dat wist ik ook al. Dus ik zocht echt een opleiding die daar een beetje bij aansloot. En deze opleiding was de opleiding die mij het meest aansprak. Ik ben heel veel informatie gaan opzoeken over deze opleiding en waar ik deze opleiding kon volgen. En toen kwam ik op het YouTube-kanaal van Together Insiders. Heel gauw erna kreeg ik al een mailtje dat ik was uitgenodigd voor een voorlichtingsdag. In die voorlichtingsdag werd er verteld wat je kon verwachten van de opleiding, wat je precies gaat doen op school. En ze schetste toen alvast een beeld voor hoe het eerste jaar eruit zou zien. Ook kwamen er twee leerlingen die al de opleiding aan het volgen waren. Die vertelden dan hoe het eerste jaar was en wat ze in het tweede jaar zouden kunnen verwachten. En aan de hand van deze voorlichtingsdag kon je al een beetje zien als dit wel echt iets was voor jou of niet. Dezelfde dag kregen we een thuisopdracht. En onze opdracht was om iets van kunst vast te leggen en daar iets over te vertellen en het te laten zien natuurlijk in videovorm. Ikzelf ben naar een museum geweest, bij de kunsthal. Daar hadden ze een session van Thierry Butler. Dus ik heb heel veel informatie gezocht over Thierry Butler. En toen ben ik naar de locatie gegaan. Toen heb ik een beetje verteld over Thierry Butler. En bijna een leuk montage gemaakt. Ik kreeg ongeveer 2 weken om de hele opdracht in elkaar te zetten en helemaal af te hebben. Daarna moesten we weer naar school en bekeken we samen met de docent onze video. Diezelfde dag moesten we ook een Nederlands toets maken, puur om een beetje te kijken. Op welk niveau je zit. Nederlands is heel belangrijk bij deze opleiding, aangezien we heel veel moeten schrijven. Voor het gesprek heb ik ook assistent. Wees gewoon op tijd voor het gesprek. En wees jezelf vooral, want je eerste indruk is meestal de indruk die blijft. Voor de rest heb ik niks meer toe te voegen. Ik hoop dat deze video een beetje informatief was en een beetje een beeld voor je heeft geschetst. Van wat je kan verwachten. Voor vandaag was dit mijn video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!